Nou, je mag een beetje gas achteruit. Hey, want dit is gewoon, dit is de boerenziek. Kom op. Krijg je nou strafpunten? Ja. 10 voor 3. Gaat je al die paaltjes op. Moet ik tijd doorheen? Ik weet het niet. Dan rijd je auto maar achteraan. Deze auto. 10 voor 3. Overgeven. Wat is dat? Noodstop. 2 seconden regel. Waarom staat het allemaal stil? Oh, goed. Ik vind het al niet spannend. Moet ik me niet weten. En nou met pensioen, hè? Nee, nog steeds met de huis. Ik heb een hele rug rond onder de rug. Ja. Ja. Goed! Dat deed je goed. Alleen hier hebben we ja. Tweede oefening. Nou, dat genoemd met de stuur gaan we even heel rap vergeten, want dat was een fiasco. Of niet? Jullie zijn niet aan het sturen toegekomen, meer de werkzoekers. Maar dat is hier wat simpeler natuurlijk. We gaan hier een hele leuke oefening doen die heet: hoe herken ik je jonge moeder in het verkeer? En hoe herken je die? Aan de kinderwagen. Inderdaad, wanneer ze de allereerste keer gaat wandelen met die kleine in de kinderwagen.
gaat heel onbedacht zijn eerste kinderwagen de weg op. Ja, eerste kinderwagen. Dan gaat hij kijken of er wat aankomt zo. Ja. Als dat nou vlak voor je auto zou gebeuren, wat zou je dan doen? Uitwijken. Ja, voor de punten. Zou je gaan uitwijken? Uitwisselen aan. Ja. Wat is nou het eerste wat je doet? Remmen. Tuurlijk. Dat is intuïtief. Ja, ik heb een paar maanden bij TNO de ronde overlopen. Ja. En remmen is het eerste wat mensen doen. Hoe hard zou je dan remmen? Ik zou heel hard toetsen. Ja, helemaal goed. Hoe hard zou je dan remmen? Nou ja, wat harder hard. Heel hard. Zou je erover nadenken? Nee. Als jij gaat remmen wat nodig is. Dan ga je erover nadenken. Als je schrikt, dan denk je nergens over na, is gelijk volle pot. Bam, in één keer. Heb je in de theorie verteld dat je een auto kunt schieten? Nee. Als je het namelijk lukt, met het rempedaal een deuk in de bodem van de auto te trappen, mag je de auto meenemen als het loopt. Maar dan moet je wel vol trappen met alles wat je hebt. En dat is hier de basis van deze oefening. Dus niet je voet op de rem en dan steeds harder gaan duwen. Nee, alsof je helemaal gek zit. Rammen in één keer vol. Een noodschot. Wat ga je doen, Wim? Wat ga je doen, Wim? We gaan rijden. Kijk je uit voor mijn tenen, Ser? Nieuw materiaal van Kensington. Dat is natuurlijk met Dalloway dit. Harder! Remmen!
de waterkant. Moet ik eruit in. Nee, ik ben even aan het filmen. Drie hondjes of zo. Wat doet hij, jongens? Wat doet hij? Maar gelijk. Ja, hè? Zo. Maar had ik nou boomspier of onderspier? Ik weet niet wat er is. Dat is niet hoor. Nee, maar ik doe het zonder van. Dik, heb jij al een beetje pijn? Oh, dus dan is hij. Een voelig persoon, ja. Ja, ja.